We zijn in het Dilemma Park met de kinderen van de Ludgeschool. Waarom zijn we hier eigenlijk? Wij organiseren een sponsorloop. Het geld gaat naar Stichting ALS. Dat is een ernstige spierziekte. En helaas is ons schoolhoofd geveld door die ziekte. Dat vinden we allemaal natuurlijk heel erg. Dus om haar te eren, maar ook om geld in te zamelen voor de stichting, voor ALS, hebben wij deze loop georganiseerd. Dus alle kinderen lopen rondjes. En het geld wat de papa's en de mama's en de opa's en de oma's per rondje willen betalen, dat wordt allemaal verzameld. Dat gaat allemaal naar ALS. Hoeveel rondjes heb je gelopen? 16. En jij, hoeveel rondjes heb jij gelopen? Ik heb er 19 gerend. Ik 15. Ik heb 13. Nou, wat vind je van dit actie? Ja, ik vind het een hele goede actie. Iedereen heeft superveel rondjes gelopen voor juf Marjan, die ALS heeft. En de kinderen waren super fanatiek. En ik sta hier bij groep 6. Maar de kleuters hebben gelopen en steeds in groepjes gaan ze echt keihard rennen. Dus voor het goede doel. Het is heel leuk. Je goed zelf gelopen, toch? Ja, ik heb zelf meegelopen met mijn kinderen. Ja, dat klopt. Zo zie ik er ook uit, denk ik. En hoeveel rondjes heb je gedaan? Ik heb 11 rondjes gelopen. Zat, denk ik. Was het gaard? Was het? Was het gaard? Ik heb al mijn best gedaan. Meer dan mijn best kon ik niet doen. Hoeveel rondjes heb je gelopen? 22. Zo, is dat veel? Ja, vind ik wel. Ja, ze hebben heel goed hun best gedaan. Ja, ze hebben heel hard gerend. Ik geloof groep 3, 4 had 16 rondjes. Ik weet niet hoe ver ze nu zijn. Een rondje of 8, 9 denk ik. Ja, wel meer zelfs. Ik heb al 12, 13, 14 gehoord. Ja, hartstikke goed. Ja, ik hoop dat ze echt heel veel op hebben gehaald. Wat heb je voor moois gekregen? Een medaille. Ja, en wie is dat erop? Ja, dat is de directrice. De directrice van de school? Ja. Okay. En hoeveel rondjes heb je gelopen? 20. Dus er is nu een moment echt voor de ouders en de kinderen. Er komt ook nog een moment met het team en er komt nog een moment met de collega's van de KSU. En wij vinden dit, vind ik eigenlijk altijd wel het mooiste en het belangrijkste feest. Want hier zie je dat de mensen waarvoor je werkt en waarvoor je het doet en de kinderen en de ouders, dat er enorme waardering is voor Marjan die zeer terecht is. Wij hebben op dit moment kunnen zien dat dit heel ingrijpend is, maar dat we tegelijkertijd met elkaar, dat zag je net ook met de kinderen en het team, dit wel samen kunnen dragen. En ja, aan de andere kant hoort dit ook bij het leven en is het voor kinderen ingrijpend, maar is dit ook wat gebeurt in de omgeving? Okay.